christelijke korfbalvereniging Fix uit Oegstgeest heeft drie nieuwe kunstgrasvelden op Sportpark de Voskuil in gebruik genomen. Met het rechtop zetten van de korf en het heffen van een glas bubbels werd dat moment door voorzitter Sven de Ruiter en door sportwethouder Jan Nieuwenhuis gemarkeerd. Aansluitend werd op het nieuwe hoofdveld een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen het Leidse Pernix. Na een korte warming-up ging de oefenwedstrijd van start en die werd uiteindelijk nipt gewonnen door de gastploeg. Na 2 keer 35 minuten stond er een eindstand van 22-24 op het nieuwe scorebord dat gelijk met de velden werd onthuld. Het werd bijeengebracht door bijdrage van de club van 50 van Fix. Fix gaat komend seizoen hoofdklasse spelen en behoort daarmee tot de beste 28 korfbalverenigingen van de 500 verenigingen die Nederland telt.